Deze week een speciale Humble Hero die toerde met Mathilde Santing, met de 3J's, Veldhuis en Kemperen, hele lijsten. Schreef mee aan musicals van George Michael onder andere en nam platen op onder eigen naam, bassiste en zangeres Fedra Kwant. Ja, Fedra, welkom. Dankjewel. De eerste vraag die bij me opkomt is eigenlijk dat je humble bent in dienst als sessiemuzikant bij heel veel artiesten. Tegelijkertijd vertel je dat je net twee nieuwe stukken hebt gespeeld. Ja. En je gaat een derde album opnemen. Hoe gaat dat samen? Is dat, want niet elke humble hero die we hier hebben is eigenlijk al bezig met zijn eigen projecten, maar jij wel. Ja, het zijn echt twee verschillende dingen. Als ik door een artiest wordt gevraagd, en dat zijn echt hele verschillende soorten mensen en artiesten, dus zowel in cabaret als de jazz als de pop, dan ben je niet de baas. Dus je staat in dienst van de ander en je probeert ook te voldoen aan wat zij willen. Dus je moet meer, je moet een beetje chameleon zijn. En in bij je eigen stukken mag je natuurlijk zelf bepalen en niet zozeer de baas, want het is juist natuurlijk altijd met z'n allen. Maar het is toch een beetje anders. Je moet soms je een beetje aanpassen. Het is hetzelfde met lead zingen. Dan ben je echt je eigen stem. En als je backing zingt, dan moet je je helemaal aanpassen en kneden qua timing en qua kleur aan degene, aan de hoofdartiest en de rest van het koor waar je mee speelt. Ja, want bassisten dingen. Zijn vaak bescheiden mensen die heel erg dienend en de groove proberen vast te houden of in ieder geval te ondersteunen. Maar als je dan zelf zingt, is dat dan een andere eigenschap van jouw karakter of een andere soort klank die je ook kwijt moet? Hoe zit dat? Ja, het is een beetje zo gegroeid. Ik schreef vroeger altijd voor anderen en dan was ik gewoon de bassist die ook de koortjes deed en zo. En op een gegeven moment zei mijn zangdocent op het conservatorium van je moet het maar eens gewoon eens zelf gaan doen. En toen heb ik dat een beetje als specialisatie ontwikkeld door heel veel achtergrondsnabbels te doen om steeds te bassen en te zingen tegelijk. Ik zie jou daarnet een behoorlijke drukke baslijn spelen en tegelijkertijd zie je daaroverheen. Is dat een soort onafhankelijkheid die je moet trainen of moet je die hebben? Ja, dat is het wel. Want je bent eigenlijk als bassist, omdat je de link bent tussen, zoals ik hier sta, tussen drums, tussen de ritmesectie, waar ik natuurlijk deel van uitmaak als bassist, en de akkoorden en de harmonie van piano, gitaar, ben je al een soort link. Maar ik ben ook heel melodisch ingesteld. Dus ik denk ook altijd, behalve in grooves en ritmes, in melodieën. En dat hoor je ook wel terug in mijn stijl van spelen als bassist, denk ik. Maar om het samen te doen. Heb je dat moeten oefenen? Hoe oefen je zoiets? Nou, door heel goed te weten wat het moet. Nou, het is een soort. Ja, het klinkt soms een beetje vaag. Want ik krijg ook wel eens mensen die het van mij willen leren. Maar dat is best wel lastig. Ja. Want je moet echt de bigger picture in je hoofd houden. Je moet echt denken, zo moet het totaal klinken. Alleen doe ik nou toevallig twee dingen. Ja. Kun je nu dus ook spelen en praten tegelijk bijvoorbeeld? Of wat net was je al de hele tijd zo'n beetje tussendoor aan pielen. Dat doe ik dus gek genoeg heel vaak niet. Nee, maar nu wel. Maar dit is gewoon pielen natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar in principe probeer ik natuurlijk wel mezelf dan ook uit te dagen. En dat hoor je met name in dat Hearts and Things wat we net hebben opgenomen. Dan speel ik wel die groove door en dan ga ik er vrij overheen timen. Dus ik probeer mezelf ook daarin uit te dagen. Maar het is eigenlijk de hele tijd een soort supersnelle focus tussen wat je hebt met klankgreep. Hè? Dat je gaat spelen wat je hoort in plaats van dat je handen spelen. Snap je? Ja. Dat is het ook een soort van zo moet het klinken. En het is de hele tijd een soort hyperwissel tussen die twee focussen. Tussen melodie en bas. Snap je? Dus het is, en dat probeer ik dan zo snel mogelijk te doen. Zoals je dat nu uitlegt, hè, kun je dat dan ook loslaten tijdens het spelen? Dat je echt in het moment zit en dan niet meer daarover nadenkt dat het vanzelf gaat? Ja, want dat is dus echt die bigger picture. Dat ik echt een soort van, net zoals dat wanneer je alleen speelt, dat je toch hoort wat een drummer moet doen of hoort wat een pianist moet doen. Hoor ik wat een bassist moet doen en wat een zangeres moet doen. Ja. En soms als er echt ritmisch moeilijke dingen zijn, dan is het echt gewoon erin stampen. Dus weten, die 16e zit er net na en al heel langzaam. Totdat het gaat.
Ja. Dan heb je de baslijn die ik net hoorde van jouw tweede stuk. Wat is de titel van dat stuk? Hearts and Things. Dat is best een funky, drukke baslijn. Oh. Ik kan me voorstellen dat je dat met, als je sessiemuzikant bent, je bent in dienst van, dat soort baslijnen niet veel voorkomen. Ja, het hangt een beetje vanaf. Ik vind het altijd leuk omdat ik zoveel verschillende dingen doe, om in mijn eigen liedjes heel erg op de grens te lopen tussen pop en jazz. Dus wel liedjes, echt liedjes. Maar wel die vrijheid op te zoeken. Dus dan speel ik misschien wel wat drukker dan wanneer ik dat bij een ander zou doen. Dat is eigenlijk een mooie term. Vrijheid is dan die jazz voor jou. Dat je uiteindelijk bij je eigen projecten kan doen wat je dan wel echt wil. Ja, zeker. Dus, ja, en juist dat schemer, dat tussengebied. Ja, ik wil mijn hele carrière al, ik wil niet in een hok. Het is heel vaak hè, van, oh ja, maar dan zien ze je met Claudia de Breij. Of op weet je, dan doe je iets op tv en dan ben je dat. En dan, maar dan doe ik weer jazz dingen en dan, ja, maar jij ging toch, hè? Maar dat snap ik. Dus dat pop en jazz blijft altijd een soort ding. Heb je daar zelf last van? Of? Ja, ik maak me er niet meer zo druk om. Maar nee, vroeger had ik wel zoiets van, stop maar niet in een hok. Ja, en wat zijn de, we hebben het nu over je eigen stukken gehad, de meest uitdagende artiesten of projecten geweest waarmee je hebt gewerkt? Muzikaal dan? Ja. Dat zijn dan toch wel de jazzprojecten die ik heb gedaan, denk ik. Is dat een andere focus dan bijvoorbeeld Claudia de Breij of de 3J's? Want daar ben je ook bezig op een soort van toppen van je kunnen, neem ik aan. Ja, zeker. Qua intentie maakt het echt geen bal uit. Of ik nou... Het maakt niet uit of je nou Nederlandstalige platen staat in te spelen of moeilijke jazz doet. Het is altijd, en dat is ook wel... Dat durf ik wel te zeggen. Ik ga altijd gewoon 100% als het niet 200 is. Nog even over de bas, want ik zie dat... Mooi, hè? Je kikt ook toch wel even hè, op je eigen Ja, misschien naam. Kunnen we heel even inzoomen. Inzoomen, er staat V en naar zitten kijken. Ja, maar wel subtiel, toch? Heel subtiel. Ja. Is dat ook een speciale... Ik had ook niet op mijn website kunnen zetten, maar dat heb ik niet gedaan. Nee. Is speciaal voor jou gemaakt, of niet? Of ja, heb je hem zelf ontwikkeld? Of hoe nee, zie je dat? Ja, ook. Axel Rox is een hele jonge basbouwer uit Breda. Hij is nu inmiddels 26, maar ik heb deze nou een jaartje. En die nam contact met mij op. En het klikte heel erg tussen ons. En toen heeft hij een bas voor mij gebouwd. En toen heeft hij nog deze bas voor mij gebouwd. Een jazzbas type. Helemaal met de specs zoals ik het wilde. En een heel mooi laagje. 300 jaar Italiaans olijvenhout. Je zou er bijna een blokje kaas op leggen. En olijvenhout klinkt ook beter dan... Nee, het is alleen de toplaag. Oké, alleen de toplaag. Maar je voelt ook echt dat je iets in handen hebt wat een unieke sound heeft. En anders zit dan al je andere bassen. Ja, gewoon weer anders, ja. Maar het is... Bovendien zie ik 5 snaren. Ja. De meeste bassisten spelen met 4 snaren. Alhoewel, het zijn natuurlijk wat uitzonderingen. Wat is het verschil tussen een 5-snarige bas en een 4-snarige? En waarom in godsnaam die snaar erbij? Ja, ik heb gewoon meer keus. Ja. Heb je hem in de laagte of in de hoogte? Ja, in de laagte. Een lekkere, dikke... Ja, ik heb gewoon meer keus. Want die D die is dan best wel hoog. En anders kun je nog eventjes daaronder. En gewoon even nog een stoot extra geven. Kun je even laten horen wat die lage noten... Ja, erbij vertellen. Hè. Ik speel nu over... dit is over een gitaarversterker. Oké, ja. Dus hij klinkt wel mooi, maar hij klinkt niet zoals die op een... Dus dat is die... Een laag kwart heb je er eigenlijk bij gekregen, of niet? Ja. Maar dat is... daarom speel ik op een contrabas ook heel anders. Omdat je toch, afgezien van de techniek, een ander instrument... Maar ik heb ook wel 4-snarige bassen hoor, waar ik op speel. Maar heb je toch, het is toch een beetje anders. Ja. Hey, nou, dat is ook toevallig. Jij hier? Ja, heb je ook opnames vandaag? Je hebt net gespeeld met Haie Jellema op drums en Daan Herweg op de piano. Ja. Speel je vaker met hen? Ja, ik heb Haie en Daan voor dit project gevraagd, omdat dat zijn echt mijn oude maten van vroeger, van school. En dat is gewoon, we hebben ook wel eens jaren niet samen gespeeld. En als je dan weer samenkomt, dan is het dan, oh ja,
Dat past gewoon. Ja, want je vertelde dat je zaterdag het laatste stuk hebt afgerond. Ja. Ik zat al te kijken, maar hoe onthoud je dan al die teksten? En dat is gewoon een kwestie van veel oefenen. Ik heb de afgelopen dagen... Focus, Bart. Focus. Dat is weten wat je zingt. Ik heb heel veel in de auto gezeten de afgelopen dagen. Ja. Dus ik heb gewoon heel zitten studeren om het... Komt dat stuk op jouw nieuwe album ook? Ja, allebei. Okay. Wat kunnen we verwachten? Nou, wat ik net al zei, de scheidslijn tussen jazz en pop, liedjes, maar met vrijheid. En mijn laatste plaat is alweer van een paar jaar geleden. Still Listening is ook, staan wat instrumentale stukken op, maar ook echt weer liedjes. En het wordt toch weer een verzameling van dat, denk ik, want... Ja, het is gewoon gaaf om ze een keer op te nemen. Weer een nieuw tijdsdocument, zoals jij ja. 2020 in de muziek zit eigenlijk. Ja, en dan gewoon weer met wat gasten en Nou, succes met het nieuwe album. Ja. We kijken er naar uit. En even kijken wanneer. We draaien natuurlijk. In ons gaaf, album. Top. Nou, heel erg bedankt. Ja, jij ook. Yeah.